1, goedemorgen. Ik ben wat laat, het is vandaag ook mijn vrijdag, dus ik vind het, ik moet even uitslapen, 1 keer. Ik was om 7 uur wakker en toen denk ik, nog een half uurtje. Hoor, het werd een uurtje. Het werd 1,5 uur. Dus. Wat ga ik vandaag doen? Nou, ik ga, het is woensdag. Dus ik ga even naar de markt. Ik ga even een stukje fietsen. Anders haal ik 1 challenge niet. Dan moet ik moet er nog 5. Hij sluit over 2 dagen. Dus, of ik hem haal, is de tweede. Ja, dan haal ik hem niet. Ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik vind dit ook een hele rare. Maar, wat heb ik als ontbijtje? Ik heb al ons ontbijtje, omdat het woensdag is. Heb ik 2 crackertjes. Eentje met kaas en eentje met bolinder. Bolinder heet het. Dus, en een vitaminepil. Nou, dat was het. Onze vriendin die zit. Kijk. Het duurt al lang. Dus we gaan maar even wat dichterbij zitten. Want er zal toch een stukje vallen, hè? Dus. Ik zie u later. Dit is de plaatselijke roeivereniging. Die doen het tenminste echt. Niet zoals ik op zo'n roeimachine. En dit is wel grappig. Zo, weer terug. Het is de lunchtijd. Ik heb net even 20 kilometer gefietst. En dan ga je medicijnen, of tenminste, ik moest nog medicijnen hebben, plaspillen. En dan kom je daar en dan zeg je, kan ik het gelijk meenemen? Nee, pas na 4 uur, want de dokter moet een receptje schrijven. Wat een flauwe krul, ik heb ze al jaren. Maar ja, het zal allemaal liggen. Nou ja, ik heb 20 kilometer gefietst. Ik ben niet naar de markt geweest. Ik heb alleen... Ik heb alleen tomaten nodig. Dus dan gaat hij naar de markt. Voor de rest heb ik genoeg. Genoeg groentes in huis. Dus, wat heb ik als lunch? Ik heb even lekker eimuffins gemaakt. Het is heel simpel. Ontbijtspek. In de muffin blik en vol en weet het, champignons erop. 3 eieren kloppen. En met kaas. En dan worden een soort souffleetjes. Dus. Echt god, ik heb de een beetje kriebelhoest de laatste tijd. Dus ik. Ik ga eten. En ik zie u vanmiddag of vanavond bij het eten. Goedenavond. We zijn er weer met het item. Wat eten vandaag? We eten vandaag een noedelsoep. Met groene asperges. En paddenstoelen. Oftewel champignons. Ja, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, ten eerste groene champignons. Dan halen we het kontje er vanaf, de houterige dingers. En die roerbakken we. Een minuut of 4. Dan, ik heb de champignons heb ik al gesneden. Die doen we erin. 2 tabletten. Groentebouillon.
En natuurlijk een liter water. Dan krijgen we een mooie soepje. Noedels doen we als laatste erin. Die laten we even 3 minuten koken. En dan hebben we een prachtige noedelsoep. Dus. Ik zie u zo meteen aan tafel. Ik zie u zo meteen aan tafel. Zo, goedenavond. Of goedemiddag, goedenavond. We zitten weer aan tafel, even een dag doornemen. Nou, ik heb niet veel gedaan. Ik heb echt een rustdag gehad. Ik heb maar 27 kilometer gefietst. Dus dat is redelijk. Ja, voor de rest heb ik niks gedaan. Een beetje chagrijnig. Maar dat kan iedereen overkomen. Wat heb ik gebrouwen voor vanavond? Een noedelsoep met asperges en champignonnetjes. Alsjeblieft. Het ziet er weer lekker uit. Hopelijk smaakt het ook lekker. Nou, ik heb nog geen gerecht gemaakt dat niet te pruimen was. Want ik zou de vullenbak ingevuld flikkerd hebben. Ik las in de krant, de trouw, dat meneer Asscher, die had weer geroepen van, ik ga het UWV helpen. En er moet meer geld komen. Maar ja, het UWV was al bezig. Dus het is echt weer zo'n PvdA-streek. Met dingetjes komen die mensen zelf al hebben opgelost. En nou gaat hij de langdurige werklozen proberen aan werk te helpen. Nou, flikker even die vluchtelingen eruit. We hebben meer werk. Dus. Nou, en hoe heet het? De scholen, of tenminste de dingen voor mensen met een... Het syndroom van Down, die wordt ook allemaal gesloten en allemaal gekort door de regering. Dus meneer Samson, zo meteen zit je dochter, die zit lekker bij je thuis 24 uur per dag. Hé? Heikel, bitch spring aan. Nee hoor, vandaag geef ik mijn ongezouten mening. Ook met het vluchtelingenbeleid. Overal zijn ze hek aan het bouwen. Nou, waar meneer beginnen wij? Het is maar een klein hek, joh. 300 kilometer. Dus in Kroatië komt een hek van 700 kilometer. Om ze één voor één binnen te laten. Dus waarom doen wij dat niet? Ik geef meneer Wilders helemaal gelijk. Grenzen dicht. Gewoon hek bouwen vanaf Spanje. Zo, nu moet je heel in omvaren. En... ja, Griekenland, nou ja, dat kan niet op al die eilandjes, maar wel aan de vaste kust. Dus hoppa, hekken eromheen. Veel makkelijker. Fort Europa. Over Europa te spreken. Dikke Frans, u kent hem wel. Ook van de Puffen Duffen. Die is bang dat de EU uit elkaar valt. Ja, dan is hij zijn baantje kwijt. Dikke Frans, die zoveel talen spreekt. Laat die heen gaan, die limbo. En weet je de limbo? Nou ja, er woont een aantal vrienden van me, wat. Laat die man gaan emigreren naar Brussel. En daar lekker blijven wonen. Zijn we ook weer van dikke Frans af. Dus. Ja, ik heb het met wielrennen. Ik wil ook wel eens wielrennen. Nou, ga afvallen, ga trainen. Dikke. Dus. Nee, je hoort het al, ik ben een beetje chagrijnig, maar ja, ik heb helemaal niks in de stad gelopen. Maar ja, dat maakt niet uit, daarom was ik niet chagrijnig, maar ik ben een beetje chagrijnig omdat ik niet kan trainen. En ik mag niet trainen. Dus, nou, dan komen de eerste kutkinderen uit de kinderen van met de lampionnetjes. Ik ga eten en ik doe het licht uit. Hij is wel mooi. Doei!